is vrijdag en dan is de Vrijmibo, oftewel de vrijdagmiddagborrel, begonnen. Dat doen we altijd met koffie en thee. Ja, als het enigszins mee zit wel. Als het enigszins mee zit. En vandaag hebben we twee hele leuke gasten. Roy Oosterwegel en Brownie Dutch. Want over twee weken is het feest. Ja, en dan is het grote Meezingfestijn in Lelystad. Mannen, goedemiddag. 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 Leuk dat jullie zijn. Wat een gezelligheid hier. Ja, het wordt nu alleen nog maar gezellig hoor. Oh, ja, toch? Ja, ja, mooi, het is hier ook wel eens vreselijk uit de klauwen gelopen. Maar het is nu begonnen. Het is nu echt begonnen. Nu echt begonnen. Zeg, het grote Lelystadse Meezingfestijn. Wie heeft dat ooit bedacht? Ja, we zaten met z'n tweeën praten van wat kunnen we doen wat blijvend blijft. Net zoals je zei over Greece. Ja. Dus toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En toen is eigenlijk het Lelystadse Meezingfestijn ontstaan. En ik heb Brown benaderd om daarbij aanwezig te zijn. Dit jaar voor het eerst? Ja, dit jaar voor het eerst. Het is het allereerste Meezingfestijn. En we gaan er gewoon een fantastisch feest maken. Sowieso voor de eerste keer ook? Ja, ja, ja. Ook in Lelystad is het sowieso. Het Meezingfestijn is een concept waarbij er een grote schermen geplaatst wordt. Waar de tekst op meeloopt. Het is gewoon karaoke, maar dan met z'n allen. Het is karaoke met z'n allen, ja. Ja, toch? Een soort van. En ik heb Corneel bereid gevonden om daaraan aan mee te werken en mij te supporten. En ik kwam Brown tegen op het voetbalveld. En nadat ik hem die keer door zijn stok had gespeeld, zei Brown... Nu moet je wel. En toen zei Brown, Roy, laten we eens gaan zitten. En zo is eigenlijk het volledige idee ontstaan. Ja. Ja, dat klinkt alsof van, jongens, dat doen we even 1, 2, 3. Maar zo gaat het natuurlijk niet, hè? Nee, zo gaat het inderdaad niet. Ik heb me daar ook wel een beetje in het begin vol enthousiasme opgestort. Zo van, oh, maar dat gaat toch allemaal goed en lukken en noem maar op, et cetera. Maar dan in één keer... Wat was het moeilijkste wat je tegenkwam? Ik denk wel het samenstellen van de avond. Op zich, artiesten regelen, dat is allemaal oké. Maar als je maar betaalt. Als je maar betaalt. Ja, en vaak ook van tevoren. Dus je moet ook voorfinancieren. Ja, voorfinancieren. Maar ook gewoon de stijlen. De videobewerking die mee moet lopen. De teksten, noem maar op, et cetera. Al dat soort dingen. Het is echt gewoon... Dat denk je van tevoren niet over na. Dat denk je niet over na. Kijk, denk, we maken een gezellige avond van. We zetten er een bierpomp neer en het is la la la. Nee. Er is meer dan la la la. Er is meer dan la la la. En er moet 400 man moeten naar binnen. Corneel moet dingen regelen. We hebben voor, en dat is wel heel leuk om te vermelden, voor elke bezoeker hebben we een opblaasbare microfoon. Dus iedereen kan meeblaren, meezingen. Ja. Maar het is organisatorisch gewoon heel veel. En ook gewoon, zeg maar, dit soort dingen. Media, Facebook, social media in zijn algemeenheid. Ja, dat is wel even iets... Heb je hulp van sponsoren in moeten roepen? Nog niet. Oké. Okay, dus... Nee, ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk leuk als iemand wil sponsoren. Dat zou heel fijn zijn. Maar we doen het gewoon echt op eigen kracht. Gewoon kaartjes verkopen. Kaartjes en verkopen. Daar moet uitkomen. Ja, en drankopzet. En heel eerlijk, een kaartje kost 10 euro. En dan heb je echt een fantastische avond. Ja. Hoe kan dat nou? En je hebt Brownie Dutch. Kan dat uit? Brownie, wat is jouw taak eigenlijk? Ik ga gewoon een paar liedjes zingen en een beetje voor de gezelligheid zorgen. Ja, we vinden het belangrijk dat we gewoon een mooie belevenis neerzetten. Dus vandaar ook alle dingen eromheen en scherm en gewoon gezelligheid voor de mensen. Ja. Een beetje zoals vroeger. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja. Met je carrière? Ja, het gaat wel goed hoor. Waar ben je op het moment mee bezig? Ik ben veel bezig in de studio met nummers schrijven. Voor artiesten en produceren natuurlijk. En optreden doe ik ook nog steeds. Ja. Doe je alleen dat produceren en dat schrijven? Of hebben jullie af en toe ook van... Je hebt tegenwoordig van die writer camps, hè? Dat je samen met een aantal bekende mensen samen gaat zitten? Ja, dat doe ik ook wel vaak. En het produceren doe ik meestal wel alleen. Mm-hmm. Maar ik heb wel een team van songwriters en muzikanten waar ik mee samenwerk. Ja. Wat is een van je laatste, van je jongste successen? Waar was je singles mee bedoel je? Een release van Dwight Dissels bijvoorbeeld. De zanger van The Voice. Ja. Hele goede zanger vind ik dat. En ik heb zijn laatste single geproduceerd. Ja. Dit is de dag. Misschien kunnen jullie hem nog even draaien zometeen, toch? Ik hoop dat hij in het systeem... Dat heeft hij geregeld. Even draaien. Jongen. Kunnen we nog even wat Boema pakken, toch? We worden gelijk bijgeschoold met de slang. Ja. Maar hoe moeilijk is het op dit moment in Nederland om platen te produceren? Oh, het is helemaal niet moeilijk. Het wordt steeds makkelijker. Gewoon met simpele apparatuur kan je al heel ver komen.
Maar is dat ook niet een laptop nodig en een keyboardje? Ik denk dat Nederlandse artiesten het op het ogenblik hartstikke goed doen. Ja, zeker. Als je kijkt, als je de hitbraden langs gaat, dan heel van veel de Bossato of de Maan. Populairder dan ooit. Populairder dan ooit, ja, absoluut. Maar ik vind wel het dingetje wat jij nu ook zegt. Er zijn ook wel heel veel mensen die gewoon met een laptopje een single opnemen. Ja. Niet echt goed luisteren naar de mix, omdat ze daar de kracht en de capaciteit niet voor hebben. Daar krijg je wel een soort mengelmoesje van dat niet alles meer even goed is. Niet alles is even goed, maar het ligt aan de combinatie. Je kan gewoon thuis met een laptopje een ideetje maken. Hmm. Die laat je wel professioneel afmixen in de grotere studio's of via bekende mixers die je kent. Ja. En dan krijg je toch die goede kwaliteit. Ja. Ja, Roy, jij bent ook al een tijdje bezig. Ja, klopt. Ja, ja. Ik zie jou niet in de top 40 staan. Ik zit hem even langs te lopen. Dat bedoel ik. Ja, sta ik er nog niet. Je staat er niet in. Is het voor Nederland? Ik sta op 41 als het goed is. Oh ja, dat is tippenraden. Dat was je vroeger al lang op schijf. Ja, heel vroeg. Nee, ik ben eigenlijk dit jaar heb ik voor mezelf besloten om de stap verder te gaan maken. Brown kwam daarbij op mijn pad. Ik ben met Brown een plan gaan maken van een profielschets van wie ben je, wat wil je, waar wil je naartoe en wat wil je bereiken. En samen met zijn manager en Brown zijn we nu die stapjes aan het maken. Ja. Eerst een basis leggen, eerst zorgen dat het fundament, als het gaat om contracten en dat soort dingen allemaal, dat gewoon goed ligt. En dan gaan we kijken naar. En Brown is iemand die heeft een waanzinnig groot netwerk als het gaat om tekstschrijvers, producers, artiesten, noem maar op, et cetera. Ja, en de bedoeling wat is... Wat wil je als je later groot bent? Als ik nog groter... mijn droom, maar dat is echt mijn droom, is dat ik ooit een keer een Ziggo Dome mag vullen. Maar dat is dan ook meteen heel hoog. Waarom niet? Ik bedoel... Precies. En alles wat daaronder zit is alleen maar super mooi meegenomen. Nou, dat helpt om je in die Ziggo Dome te krijgen. Precies. En dat is ook zo een van de dingen die we gedaan hebben in die profielschets. Van waar wil je komen? Ja. Nou, dat is waar ik naartoe. En hoe wil je er dan komen? Ja. Dat gaan we terugwerken nu en kijken hoe we dat kunnen bereiken. Ik denk ook vooral dat je moet realiseren wie wil je vooral niet zijn. Want er zijn in Nederland al genoeg copycats. We hebben op het moment een hele lichting Tino Martins die opkwam. Ja. Ja. Weet je? Ja. Je moet authenticiteit waarborgen van jezelf. Waar ligt die volgens jou? Ja, ik denk in een gunfactor die ik heb. Kijk, ik denk dat als je kijkt naar Nederland, zijn er enorm veel goede zangers en zangeressen. Alleen, met alleen zingen red je het niet. Het is ook een stuk entertainen. Ja. En ik denk dat ik een goede entertainer ben. Ik ben misschien niet de allerbeste zanger. Maar ik ben wel een goede entertainer. En die combinatie denk ik dat mij ver gaat brengen. Ja, er zijn slechtere zangers die in de top 40 staan. Het zijn jouw woorden. Ja, even terug naar die 27e. Ja. Dat is vandaag over 2 weken. Wat gaan we meezingen? Alles. Er komt soul voorbij, er komt R&B voorbij, er komt... Het is niet alleen Nederlands. Nee. Wat de bedoeling is echt dat we een meezingfestijn maken voor iedereen. En dat eigenlijk iedereen met een bepaalde muziekkeus daar terecht kan komen. En natuurlijk, er komt ook een Hazes voorbij. Ja, ontkom je niet aan. Ontkom je niet aan. Maar vrolijk iets. Classic. Iedereen mee kan Sweet doen. Caroline komt voorbij. Ik zeg even niks, maar dat is vaak wel mijn afsluiter. Ja. Joe Cocker bijvoorbeeld. Joe Cocker, inderdaad. Maar ook een Robbie Williams. Maar ook een Neil Diamond. Als het maar mee te zingen is. Als het maar mee te zingen is. En het grappige is dat ik bezig was met die lijst samen te stellen. Ja. En dat ik nummers eigenlijk ga doen die ik normaal gesproken nooit echt zou doen. Ja, op een verjaardag. Brownie, ga jij dat ook doen? Iets heel anders zingen dan dat je normaal op je repertoire hebt gezet? Ja, zeker. Ik ga eigenlijk ook alle kanten op. Ik wil jouw hazen zien horen zingen. Dan moet je komen, die ga ik sowieso doen. Kleine jongen. Kleine jongen. Nee, ik ga ook heel veel nummers doen die ik heb gemaakt bij het programma Alibi op volle toeren. Ja. Dan pakken we van die oude hits van vroeger en die steken we in een nieuw jasje. Cool. Dus een aantal van dat soort nummers komen voorbij. En bij de beste zangers ben ik ook geweest. Ja. Heb ik ook Hollandse nummers gezongen. En indrukwekkend. Was het is wel goed bevallen bij mensen, dus die doe ik nu al gewoon in mijn show. Top, leuk. Wat ga je zo meteen doen? Ik ga luisteren naar Omer, hoor. Ze proberen het. Ze proberen. Wij hebben altijd 2 microfoons hier staan. We hebben er niet voor niks 2 neergezet. We staan hier altijd standaard. En het is perfecte geluidstechniek hier. Dus denk er nog even over na. Wij gaan in ieder geval eerst even soundchecken met Roy Hoogswegel. Die hoor je zo meteen.
Het is vandaag vrijdag de 13e. Ja, ik ben er klaar voor. Het zou betekenen ongeluk, maar we hebben alle geluk van de wereld. Want Brownie Dutch en Roy Oostwegel zijn bij ons in de studio. Gaat over het Lelystadse Meezingfestijn. Over 2 weken is dat op vrijdagavond. Maar hij gaat ons nu alvast een klein voorproefje geven. En zoals het met alle artiesten gaat in de hele artiestenwereld. Ik kan het niet alleen, dames en heren. Roy Oostwegel. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. En dan komt hij met z'n allen. En ik kan het niet. Ik kan er niet, ik kan er niet omheen. Wow, ik kan het niet. Ik kan er niet alleen. Natte ramen. Kale muren. Kale muren. Lege flessen. Lege flessen op de gang. Klamme handen. Late uren. Late uren, weinig zon en veel gehad. En ik kan het niet, ik kan er niet, ik kan er niet omheen. Wow, ik kan het niet, ik kan er niet alleen. Wow, ik kan het niet, ik kan er niet, ik kan er niet omheen. Ik heb het geprobeerd te gaan waar ik kan, maar alles gaat verkeerd en ik ben ook maar een man. Oeh, ik kan er niet alleen. Elke morgen, 's middags, 's avonds, maar vooral 's nachts. Vooral 's nachts, stel dat ik er wel. En jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Ik wil hier horen, mannen. En ik kan het niet, ik kan er niet, ik kan er niet omheen. Wow, ik kan het niet, ik kan er niet alleen. Wow, ik kan het niet, ik kan er niet, ik kan er niet omheen. Ik heb het geprobeerd te gaan waar ik kan, maar alles gaat verkeerd en ik ben ook maar een man. Oeh, ik kan het niet alleen. Wow, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet omheen. Wow, ik kan het niet. Ik kan het niet, 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 ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. 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 Nee, nee. Ik kan het niet alleen. Oeh, ik kan het niet alleen. Oeh, ik kan er niet alleen. Ik kan er niet alleen. Lekker hoor, Roy Oostwegel. Dus ik laat vast een klein voorproefje hè, van wat de volgende week gaat gebeuren. Ja, topzangertje toch? Heerlijk is dat. Dat vind ik wel leuk aan hem, van zijn stem. Hij kan ook gewoon verschillende stijlen, zeg maar. Volgens mij ook heel rustig. Hij kan ook rocken, gewoon een ballad zingen of zo. Hij kan de Hollandse nummers. Dus ik zei ook gelijk ja toen hij me vroeg voor het Meezingfestijn. Ja. Ga je ook nog duetjes doen of zo met iemand volgende over 2 weken? Misschien wel. We kunnen niet alles verklappen. Oh, nee. We moeten wel een beetje geheim blijven. Natuurlijk nog even iets in de pijplijn blijven. Wat is jouw absolute favoriet eigenlijk, Roy, om te zingen? Buiten even dat Lelystadse Meezingfestijn. Maar wat is voor jou gewoon de topper om te zingen? Qua nummer? Ja.
Ja, ik vind Sweet Caroline vind ik toch wel... maar dan de uptempo versie. Toch een beetje goed ingeschoten. Ja, je staat echt heel goed. Ja, dat vind ik wel. Maar ik vind Angels, Robbie Williams, vind ik ook altijd heel mooi. Ja. Ja. En dan de lange versie met de herhaling aan het einde en zo. Dat is mooi. Maar iedereen mee. Iedereen kan meezingen. Iedereen kan ja. mee. Iedereen en je hebt niet nummers dat je gewoon in de auto zit. Je denkt van, oh ja, dat is lekker. Ja, klopt. Want die ja. raampje open, zonnetje naar binnen en hard meebleren. Ja. Of je nou vals zingt of niet, dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt je niet. Twee weken ook niet uit, hè? Jawel. Nee. Okay. Nee. Voor jullie wel, maar voor mij wel. Voor de mensen voor die mee publiek, doen. Voor het publiek maakt het toch niet uit of je vals zingt of niet. Nee, het publiek mag lekker vals zingen. Dat maakt allemaal niet uit. Het hoeft niet mooi te zijn als mijn hart is. Als mijn hart is. Absoluut. Ze hebben graag. Toch een opblaasmicrofoon, dus... daarom. Ook dit is een van die liedjes die voorbij komen, hè? Volgende over twee weken. Ja. Sorry. Ja, nee, ik was een beetje onder de indruk. Want het liedje heeft voor mij best wel een emotionele waarde ook. Een speciale betekenis. Dus ik ben altijd een beetje huiverig voor als mensen dit liedje doen. Dat het dan niet goed gaat. Ja, nou ja, maar omdat het goed gedaan is. Maar ik ben altijd een beetje huiverig voor als mensen aan dit soort liedjes beginnen. Dat het liedje dan niet meer tot zijn recht komt. Want het zijn hele lastige... moeilijke liedjes dit om te doen. Ja, hoe langzamer en hoe emotioneler, hoe moeilijker het hier ook is. Ja, maar iedereen hoort Joe Cocker altijd. Als dit ingezet wordt, dan hoor je gewoon Joe Cocker. En je hebt gewoon het halve liedje nodig om de mensen dat te doen laten vergeten. Ja. En ze naar Roy Oosvegel toe te trekken. Komt deze ook voorbij? Ja. Is mooi gelukt. Deze komt waarschijnlijk wel voorbij, ja. De mensen kunnen altijd nummers aanvragen. Ja, wordt het ook zo'n dingetje van gooi maar het briefje maar in de tuurlijk, pot en roep hem maar. Zo'n rat voor vertaald. Een feestje met z'n allen. Nou, ja. Dat ik niet in één keer Spice Girls moet gaan doen of zo, weet je wel. Ook dat leuk. Niet zitten. Ja, het is superleuk. Maar dat heel leuk voor de avond. Met z'n allen. Ja. Stop right there. Thank you very much. Trouwens, het lijkt me wel lachen als we misschien twee kaarten of zo weggeven voor het meezingfestijn. Dat zou leuk zijn. Voor de zeker. Dat vind ik een
heel goed plan. Hoe gaan we dat doen? Moeten ze ons even volgen op Instagram of dat Facebook? Dat moeten ze sowieso doen. Maar ik denk dat bij ons op de Facebookpagina, daar komt een artikeltje te staan. Ja. Waar we die twee kaarten kunnen weggeven. En misschien moet je gewoon een paar verzoeknummertjes aanvragen. Wat wil je meezingen? Leukste verzoeknummer voor Brownie en voor Roy is dit nummer. En die niet het moeilijkste, wel het leukste. En like de pagina's, want anders dan telt hij niet mee. Hè? Ja, het was toch een feestje met z'n allen en we moeten het samen doen. Vind ik ook. Dus een combinatie van. Super. Ja. Goed. Nou, onze Facebookpagina. Over 2 weken is het zover. Het Lelystad ze meezing Verstijn. Het is de eerste keer, dus een primeur voor Lelystad. Hoeveel mensen verwacht je eigenlijk? Er kunnen er 400 in. Oké. Okay. Waar zit je nu dus op? 450. We zitten nu bijna op 300. Dus we hebben nog een goede 2 weken. Ja. Oh. En ik hoop gewoon dat die vol gaat. En ik zeg al €10 sowieso na deze uitzending dan... Dat is uitgekocht. Kan niet anders. Ja. 2 avonden doen. Ik ga nu inloggen. Nee, maar zit je bijvoorbeeld al aan een tweede editie te denken? Dat je denkt, ik zit nu al op 300, weet je. Dus dat gaat op zich gaat dat al goed. Ja. Het is ook... Cornel heb ook aangegeven dat voor zeg maar de status van mij als artiest zijnde... dat het echt wel fantastisch is als ik dit bereik. En ik hoop gewoon dat het zo'n feest wordt dat mensen volgende keer weer daar naartoe willen en zeggen tegen hun buren en vrienden en familie van jongens, kom op, we gaan. Mag ik een ideetje opofferen? Ja, als we nou dat Lelystadse kerstzee meezingfestijn van maken, dat dat dan deel 2 wordt. Gesponsord door Omroep Flevoland. Ik vind het helemaal top. Ik kom het presenteren. We gaan niet over de financiën als maar onze kant op. Nee, maar het zou wel leuk zijn als we dit iedere maand zouden kunnen doen, toch? Iedere maand zo'n leuk feest in Lelystad... Ik denk iedere maand is misschien dan een beetje veel. Maar wat jij zegt, zo'n zomereditie en een kersteditie... er is nog niet zo'n soort kersteditie. Maar er is weinig te doen in Lelystad, vind ik. Er moet gewoon iedere maand een leuk feest zijn. Elke maand een feest. Precies. Maar ik vind het wel een tof idee van je. Ja, een kersteditie. Ja, een kersteditie. Mocht we een zomer en een kerstman nodig hebben... Ja? Nou hoor, maakt mij niet uit. Ik ben erbij, geen probleem. Dan zijn we er zeker bij ook. Super. Roy, heel veel succes over 2 weken. Dankjewel. Brownie, jij ook trouwens? Geen slapeloze nachten, toch? Thanks. Nee. Heel klein beetje. Die komen er straks wel. Hartstikke top dat jullie hier waren. Dankjewel. Laat even weten hoe het verder gaat de komende 2 weken. Absoluut. En als het enigszins kan, zijn we erbij. En ga naar onze Facebookpagina voor de 2 kaarten voor de Lelystadse mensen. En we komen graag terug als we zijn nieuwe single hebben gemaakt. Nou, dan ga jij ook een keer live zingen. Zeker. Goed zo. Afgesproken. Doen we. Deel.